Goedemorgen, nieuwe dag. Wij zijn weer klaar om lekker uit eten te gaan. Goedemorgen allemaal! Ik ga op vakantie. Nog 7 uurtjes. En zijn we de overnachting. Doe ik het goed? Ja. Eerste lampje brandt al. Gaat helemaal goed. Bandenspanningslampje. Die hebben we gisteren opgepompt, maar we hebben hem nog niet gereset. Dus there is nothing on the hand. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en wij zijn onderweg naar vakantie, namelijk naar Kroatië. Om 1 uur ongeveer komen we aan bij de overnachtingsbestemming. Oh, ik doe even de auto, het is heel warm. Dus we gaan lekker. We zijn vanochtend om 4:30 vertrokken en we moeten nog ongeveer 3,5 uur rijden. Dus dat is super lekker. We hebben nu onze derde stop gehad. Weer even gewisseld en even geplast. Dus op naar de overnachting. Nou, dit is de kamer. We zitten in het nieuwe gedeelte. Oh yes. Hele nieuwe badkamer. Super mooi. Om even te checken. Nu gaan wij uit eten. Nu gaan wij ontbijten en dan op naar Kroatië. Wij zijn inmiddels in Slovenië. We zijn dus door Oostenrijk heen al. Dat ging echt super snel en super goed zonder file. En nu zijn we ook al een tijdje in Slovenië. En nu staan we alleen wel in de file. Dat is natuurlijk iets minder. Maar we hebben net een hele mooie shortcut gedaan. Waardoor we in plaats van 50 minuten nu 8 minuten in de file staan. Dus nou, dat is helemaal prima. Nog, als het goed is, 2 uurtjes en dan zijn we er. En dan is het, ook 2 uur. Dus dat zou toch wel echt een hele mooie tijd zijn om aan te komen. Dus we zien jullie strakjes. Hopelijk in Kroatië. Joejoe! In Kroatië! Regen. Met regen. Goedemorgen. Wow. Onze cabine is zo donker. Heel nice. Het is vandaag dinsdag. Onze eerste echte vakantiedag. Ik heb mijn bikini-topje aangedaan en nog even dat broekje aan. Want we gaan nu eerst even lekker broodjes halen en daarna gaan we insmeren. En ons ding doen. Dus even naar de supermarkt en dan lekker eten. Oké, ik ga snel deze tent uit. Nou, ontbijtje wel hoor. Ik ga lekker eitjes pakken op het plaatje. Heerlijk. Wij gaan nu lekker naar het strand. Ik zie jullie vanmiddag weer als wij terugkomen van het strand. We gaan vandaag even alles een beetje ontdekken. En vanaf morgen neem ik jullie lekker mee. Overal. Het is vandaag een woensdag. En heb jij nog een bakje voor je eigen speeltje? Ja, neem ik mee. Oeh. En het is bizar lekker weer. Onze eerste dag echt meteen mooi weer. Gisteren was het uiteindelijk ook super mooi. Alleen begon de dag gewoon best wel bewolkt en regenachtig. Maar nu is het toch gewoon meteen heel mooi en werden we echt uit onze tent gebrand. Dat is natuurlijk vakantie. Dus we hebben het lekker boodschap gedaan voor het ontbijt. En mijn vriend is nu op zijn nieuw barbecue de eitjes aan het maken. Dat is echt super lekker. En dan gaan we na het ontbijt direct naar het strand voor de rest van de dag. Dus dat is natuurlijk wel een heel lekker vooruitzicht. Ik geloof dat het iets van 9 uur is nu. We gaan zien hoe het loopt. Ik ga jullie in ieder geval lekker meenemen deze hele vakantie. Ik ben echt helemaal lek gestoken. Dit is de allereerste. Nou ja, dat zie je ook wel. Hij is heel groot. Lijkt wel bijna een allergische reactie. Hiero. Dit is een blauw plek. Hiero. Even kijken. Hiero. Ja, het is echt niet normaal. En hier op mijn been. Oh, die is echt heel groot. Wow. Dus nou ja, hè? Hoe handig is dit? Hij doet het goed, denk ik. I like it. Geen idee of jullie me horen, maar we zijn over de vlogcamera of op de GoPro. En ik neem jullie even lekker mee het water in. Hoe heerlijk. Strak blauwe lucht. Hoe mooi is het water hier. Zo'n lelijk kussen in het midden. Het waait, maar het windje is warm en echt heerlijk. De airco blazen. Het is natuurlijk echt een balloetje heet. Mijn vriend is even naar de wc en daarna gaan we lekker uit eten. Voor het eerst hier in een stadje in de buurt. Vet gezellig. We gaan even een leuk restaurantje opzoeken. Ja, helemaal leuk. Helemaal zin in. We hebben steps mee, dus we kunnen door het stadje heen steppen en op zoek naar een mooi plekje. We zien echt veel meer nu we die steps hebben, want ja, je bent niet moe. Oh, gaat dit passen? Je bent niet moe, je kan overal lekker heen. Dus heerlijk. Morgen nieuwe dag. Ik ga even mijn haar doen. Ik ben net helemaal ingesmeerd, dus vandaar dat ik er redelijk kini uitzie. Zoveel zonnebrand in mijn haar. Ik heb het gisteren voor de vorm even gewassen, maar het was niet echt per se nodig. Aangezien het vandaag weer onder zit. Naar het strand. Het is vandaag donderdag. Zitten we weer op ons mooie plekje. Mijn vriend is ergens. Oh, ik zie hem. Mijn vriend is hier aan het zwemmen. Hij is echt heel ver. Ik ben net in het water geweest en ben ik lekker aan het zonnen. Maar hoe heerlijk is dit? En tijd om te lunchen met prachtig uitzicht. Nou, lekker hamburgertje. Eet smakelijk. Wij zijn onderweg naar de winkel, naar een hele lekkere stranddag. We gaan nu even shoppen voor het avondeten, want we gaan barbecuen. Heerlijk. Niet heel bij je haar zitten. Oh, niet in mijn haar zitten. En we gaan nog even kijken of we gaan voor vis of voor vlees. We neigen naar vlees, maar we willen misschien ook wat gambaatjes. Nou ja, ik wil vooral heel graag gambaatjes. Wedel ook, dus dat is heel nice. Dus eigenlijk hetzelfde als thuis. En dat is gewoon rete goedkoop. Als je het vergelijkt met een campingwinkel. Op het moment 35 graden. Dus dat is heel lekker. We hebben echt een topdag gehad op het strand. Nu 4:45. Nou, we starten met het volgerecht. Wil je mij even open? En dat zijn stokbroodjes. En dan hebben we aan beide kanten kruidenboter gedaan. En die keren we zo meteen om. Dan heb je hele lekkere broodjes. En nu gaan we lekker de Bachelorette kijken. En ondertussen lik ik het kruidenboter dingetje af. Uit je bek muren. En de varkenshuisjes. Ik ga even het zakje vlees wegbrengen, maar ik word hier opgewacht door twee huge meeuwen. Ik ben natuurlijk als de dood dat ze het zakje uit mijn klauwen halen. Geen oogcontact met de beesten. Camping chic dineren. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar het ziet er ontzettend gezellig uit. Kan je kiezen? Ja, dat doe jij. Maakt niet uit. Kies jij maar. Zo ben ik. Heerlijk. Je tijd voor een lekker eitje. Op deze vroege morgen. Lekker. Het ligt weer heerlijk. Al de hele dag. Het is inmiddels al kwart over 3. Zo chill. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us. Dit was er dan weer, ons stranddagje. We gaan even al zijn zooi opruimen en dan lekker douchen en klaarmaken voor uit eten. Wij zijn weer klaar om lekker uit eten te gaan. We zijn nu in Vassar, dat is ook weer een plaatsje hier in de buurt. Kijk nou, wat een mooi uitzicht. Daar hebben we dus net gereden, het was echt vet mega kroop. En daar hebben we gewoon de zee. Heel mooi uitzicht wel. Dus nu gaan we met onze stepjes op zoek naar een lekker restaurantje waar we lekker kunnen eten. Ja, dit is eigenlijk een tomaat op een broodje, maar dit is wel heel lekker. Probeer maar. Oh my god, wat lekker. Eet smakelijk. We zitten weer in de auto. We hebben nog even lekker getoerd met de stepjes door Vassar. En nu moet ik dus terugrijden. Naar de camping. Mijn vriend heeft gedronken, dus nu is het aan mij om terug te gaan. En het is echt verschrijkelijk, want het is zo steil en krap en vreselijk. Een nieuwe dag, het is vandaag zaterdag. Ik heb net lekker broodjes gehaald. Mijn vriend sliep nog, dus toen ben ik naar de winkel gegaan om een broodje te halen en zo. Nu hebben we net ontbeten, ga ik alles opruimen en gaan we weer naar het strand. What's new? Daardoor staat alles van het ontbijt. Ik heb gisteren hier alle zwemkleding even gewassen. Deze tas moet even ingepakt. En dat gaan we vanmiddag even afwassen. Plekje. Normaal zitten we daar of verderop. En nu hier, want alle stoeltjes waren bezet. Nu liggen we lekker onder de bomen. Het is zo warm vandaag. Het waait wel, maar het is echt bizar warm. Straks even lekker lunchen en dan geniet van het mooie weer. Nou, we hebben een heerlijk restaurantje gevonden op de camping. Mijn vriend heeft weer een biertje en ik weer cola. Dat is gewoon standaard bij ons. En hij zit lekker Formule 1 te kijken. Dit is nou echt vakantie. Gewoon lekker chill. Mooi uitzicht uit het strand. Zwembadje. En ik heb lekker een spaghetti bolognese besteld. Helemaal zin. Ik wil ook echt weer onzin. Nu heeft me helemaal niemand wat aan wat ik nu vertel. Ze doen hier niet aan spaghetti bolognese, maar bolognese met spaghetti. En jij hebt fapspies? Eet smakelijk. Lekker. Nou, we hebben het heerlijk gegeten. Het is vandaag nog steeds zaterdag. Het is nu een uurtje of 12. We hebben net de hele tent geprepareerd, want het gaat morgenochtend stormen. Hoort er toch een beetje bij. En eerlijk gezegd vind ik dat stiekem altijd wel heel gezellig. Dus we hebben even lekker naar de tent even helemaal nagelopen. En even gecheckt of alles nog steeds goed staat. Scheerlijnen strakker getrokken. Alles waterdicht even gecheckt. Kijk, we gaan elkaar morgen weer zien. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En zoals je ziet stormt het niet. Dat zou wel. Wellicht nog later op de dag. Dat kan natuurlijk, we zitten echt aan zee. Dus het is echt zo onvoorspelbaar als de pest. Dus het kan zomaar ineens dicht trekken en losbarsten. Het heeft vannacht wel geregend, maar... En in de verte wel geonweerd, maar ook niet heel heftig. Dus we shall see. We zouden vandaag eigenlijk een stadje bezoeken, maar daar is het eigenlijk veel te warm voor. Dus we gaan lekker naar het zwembad. Bedje huren doen vandaag niet, want voor hetzelfde geld is het in één klap super slecht weer straks. Dus dat zou een beetje zonde zijn. En gewoon chill dagje. Het is warm, maar niet zo warm als gisteren. Gisteren was het echt bijna niet te doen, zo warm. Lunch. Mijn vriend die gaat knakworsten maken. En ik pannenkoeken. Maar ja, we hebben natuurlijk niks van een mixer, niks van een maatbeker. We gaan het even helemaal op gevoel doen. Ik heb net een soort van 1/4 van het pak ingedaan. Nu gewoon roeren tot er geen belletjes meer zijn, denk ik. Wordt vervolgd. Nou, ik wil niet veel zeggen. Maar het ziet er fabuleus uit. We gaan met de jetski. Put up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be. Wat dan? Vanmiddag op de jetski gezeten en het was echt fucking vet. echt heel erg leuk. Net hebben we boodschapjes gedaan na echt een hele lange stranddag. Die boodschapjes moet ik zo meteen even uitpakken. Want morgen gaan we een dagje varen. Dus we hebben even allemaal lekkerheid gehaald. En we hebben net toch weer fantastisch lekkers gehaald. Het ruikt niet, maar het ruikt fantastisch. Wat zijn het? Kippenvleugeltjes of zo. Heerlijk. Helemaal gezellig tafeltje gedekt. De volgende kippetjes liggen al... Auw! Liggen al gekruid klaar. Kaarsje aan voor de sfeer, aka muggen wegjagen. Dan gaan we weer lekker eten. Een bakje. Die zijn klaar. Ja. Oké, ja. Ik zal even helpen. De storm is begonnen. Nou ja, de storm. De onweer. Mijn vriend is nu aan het tandenpoetsen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet een hele grote fan ben van onweer. Maar we zijn het wel even naar het strand toe gereden. Met de stepjes. Om even het onweer te bekijken. Dus dat gaan jullie nu zien, die beelden. Heel spectaculair wel. De hel is losgebroken. Oh, daar komt ze aangereden. Buf. Het regent keihard. Holy shit. Hallo, het is vandaag dinsdag alweer. En vandaag gaan wij op een boot. Een vriend van mijn vriend is ook in Kroatië, echt super dicht bij ons. En hij is hier met zijn ouders en zijn ouders hebben een hele mooie boot. Zij zijn echt op vaarvakantie, noem je dat zo? Vaarvakantie? Nou, misschien. In ieder geval, toen hadden we voorgesteld om even een bakje te doen. En zeiden ze, gaan jullie mee varen? Nou, klonk als muziek in de oren. Nu is het echt ontzettend mooi weer. Vanochtend was het echt pokkenweer. Gisteravond was het natuurlijk echt hevige storm. Dus we hebben even een paar uur gewacht. We zouden eigenlijk om 1 uur al en nu is het 2:30. Maar... a blue blue sky. Goedemiddag is het alweer. Het is vandaag woensdag. En vandaag zou het iets minder mooi weer worden. Maar het is prachtig mooi weer. We zijn nu in Rovinj. Dat is een stadje hier in de buurt. En daar gaan wij even lekker lunchen. Rondje lopen. Ik wil even een leuk enkelbandje. En dan gaan we weer terug. En dan gaan we lekker in die water zwemmen. Gewoon op de camping. Maar het was net heel bewolkt. En dat is helemaal weggetrokken. Het is ineens weer prachtig. Oh, prachtig mooi weer. Oké, op zoek naar een lekker lunchrestaurantje op Vallen. Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Wij zijn weer terug. Het was echt super leuk in het stadje. Waar waren we nou? Rovinj. Rovinj waren we. Dat was echt super leuk. Echt een aanrader voor als je hier bent. Super cute, maar je moet er niet in gaan met warm weer, want dan is het echt heel warm. Nu gaan wij Like Me and Famous kijken, want de aflevering staat erop. Ik ben heel erg benieuwd, want dit wordt de aflevering waarin ik een discussie heb met Roxanne. En ik ben heel erg benieuwd, want ja, op tv kunnen ze natuurlijk alles heel mooi knippen. Dus ik ben benieuwd of er ook echt uit gaat komen waarom de discussie was. Dus we gaan het zien. En ik ga sowieso ook nog een video maken over afleveringen. Dus ik weet niet of ik er nu echt op inga, want daar wil ik misschien later wat meer tijd voor nemen. En deze vlog moet natuurlijk wel echt in het teken staan van vakantie. Dus dat weet ik nog niet. Maar we gaan het in ieder geval kijken. Dus ik zal zo meteen even laten weten wat ik ervan vond. En ik ga ook binnenkort filmen als ik het met mijn vriendinnen ga kijken. Dus dan zal ik de camera gewoon neerzetten, zodat je echt meteen de reacties en zo kan zien. Dat is natuurlijk vet grappig. Nou, Videoland is uitgespeeld. Nu gaan we lekker eten. En we hebben ons favo, gamba's. Onze ene laatste dag. Vertoeven we bij het zwembad. Heerlijk. We gaan zo meteen lekker lunchen. Het is 12:30. Daar kijken wij natuurlijk al naar uit. En ik vind dus dat ik best wel bruine benen heb. Voor mijn doen. Voor iemand die niet zo vaak en snel bruin wordt. Maar dit is het voor vandaag. Kinderbalhalla, geschreeuw om ons heen. En daar is het restaurant waar we straks lekker gaan eten. Nou, dit is niet normaal. Kijk hoe groot. En jouw burger is ook echt abnormaal. Nou, eet hem smakelijk, hè? Zo, golden hour. Wij zijn weer in een stadje, namelijk Poreč. Daar gaan we lekker uit eten. Want onze vakantie draait om eten. Dit is het uitzicht. Maar ik zie vrij weinig, hoor. Ja, we worden een beetje verblind. Dat wel, ja. Er is hier ook kermis. Oh, sorry. Kermis. Jongens. Wat een feest. En we zijn vanavond gewoon voor een ouderwets lekker pizzaatje gegaan. Vandaag de allerlaatste dag. Morgenochtend vroeg gaan we weer naar huis. Dus vandaag nog even genieten van het mooie weer. We hebben echt een prachtige dag voor de boeg. Ik ben al heel vroeg vanochtend naar het strand gegaan om een bedje te sturen. En daar gaan we zo te lekker zitten met de overburen. Daar hebben we het gisteravond ook heel gezellig mee gehad. Dus we gaan er nog even een leuke laatste dag van maken. Al helemaal ingesmeerd. Dus klaar voor het mooie. Nou, uitzichtje wel. Op dit ding gaan we vandaag. Met onze buurtjes. En de bedjes. We hebben dagen voor gestreden. Vanochtend ben ik vroeg uit bed gegaan om een bedje te huren. Maar we hebben bedjes. Nu al niks. Zo hard heen en weer. je redt, hè? Als hij het redt, word ik gek. Ja, nee. Nou, wij zijn rustig aan begonnen met de bende een beetje op te ruimen en te ordenen. Je zou het niet zeggen als je dit nu zo ziet liggen. Maar ik ga dit kastje nu leeghalen en mijn vriend is de barbecue helemaal aan het schoonmaken. En dan gaan we morgen naar huis. De partytent hebben we al afgemat, gewoon helemaal gesloopt. Want die was stuk. En we gaan alles weer opruimen. We beginnen onze avond, onze laatste avond goed. Ik lul tegen mij. Met heerlijke bruschetta. Is het lekker? Ja. Mm? Oh, oh, oh. Jeetje, wat lekker. De like. Eet smakelijk, mijn lieverd. Nou, het tentje is weg. Alles is ingepakt. Het ging super snel. Het is inmiddels nu 7 uur. Heerlijk. Nou, doeg mooi Kroatië. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Knap ding. But I just want you to know. I hope it buys you flowers. Nou, welkom in ons hotel. Dit was helemaal niet de bedoeling, maar we konden niet meer en de tijd liep alleen maar op. En we hebben de hele weg in de file gestaan. Het was echt drama. Na 6000 hotels is het in Gorda. We zijn er echt per toeval langs gereden, een Ibis hotel. En het was echt, het is helemaal top. Ik zie er echt dramatisch uit. We gaan lekker douchen en lekker slapen.